Jawel mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video. Het is alweer een tijdje geleden. Het heeft te maken met het feit dat ik tijdens Marokko ben geweest om een documentaire op te nemen. Met mijn vader, waar ik binnenkort waar jullie alles over horen. Maar goed, ik kan niet te hard praten. Vandaag hebben we een hele speciale video, dames en heren. Want, wat is er vandaag? Wat gaan we doen? Kijk jongen, we boksen. Kickboksen met Glorian en Fusion, dames en heren. En wie gaat er vandaag vechten? De Dindin! Dindin gaat vechten, dames en heren. Kijk even mee hoe hij zich heeft voorbereid op de wedstrijd van vandaag. Hij is geen kickbokser, in het verleden heeft hij wel wat gedaan. Daar vertelt hij zelf wat meer over. Maar kijk even mee hoe hij de training heeft beleefd. Wat ik in ieder geval wil zeggen, volg Dindin, volg ons. Liken, delen en gun ons een aantal views. Ja toch? Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte mannen. En wij geven jullie alleen maar liefde. En wij zeggen altijd tijd. Activiteit, oei oei. Negativiteit, oei oei. Geen tijd voor, oei oei. In wegen door, oei oei. Brain, brain. Jij moet mij even vertellen, hoe ben jij nu op dit idee gekomen om hier aan mee te doen? Ik begrijp, eerlijk gezegd, ik begrijp niet dat iemand zeg maar met jouw bekendheid, dat hij dan op de een of andere manier risico neemt om toch die ring in te duiken. Risico? Ik weet het wel. Voor mij in ieder geval is het geen risico. Ik heb niks te verliezen. Over een dikke oogjes. Dit zie je. Het is passie, joh. Ja? Het is mijn leven. Het is mijn leven. Want je vertelde mij in de eerste vlog die we samen hebben gemaakt, vertelde je mij dat je dus zo op kickbox had gezeten. Ja, ik heb een maar waarom? Thai-box. Waarom ben je gestopt? Ik ben een van de blessures, joh. Ik heb vroeger op gesprek met genoeg melk gedronken. Ofzo.
Nee, ik heb een blijvende blessure eraan overgehouden. En het klinkt heel cliché. Ik heb mijn teen gebroken, vandaar dat ik geen prof. Had je wel... Dit is een voorbeeld. Ik heb echt mijn teen gebroken. Dat zeggen veel mensen toch. Ik had mijn teen gebroken, maar ik ben geen profvoetballer. Voor mij was het echt zo. Dus ja. En het was een vervelende blessure. En dat ik aan mijn sleutel deed. Om weer te gaan trainen terwijl ik nog wat maanden te gaan had om te revalideren. En ging ik gewoon trainen in mijn domme hoofd. En heb ik hem weer, precies op dezelfde plek heb ik hem, zeg maar, heb ik hem weer gebroken. En dat was dus, door die actie is het blijven blessure. Maar had je echt potentie? Tuurlijk potentie. Ik stond ermee op en ik ging ermee slapen. Meen je dat nou? Tuurlijk. We groeten elkaar vroeger met een low kick in plaats van een hand. Ja. Ja, man. Maar, ja, dan ben je jaren verder, heb je eigenlijk niks mee gedaan. Dus maar dat is eigenlijk het antwoord op jouw vraag. Waarom ik die risico of waarom ik hiermee ben gestart. Ja. Is omdat het gewoon altijd aan me heeft gereden. Maar heb jij hun benaderd? Hebben zij jou benaderd? Nee, ze hebben mij benaderd. Maar wat dacht jij toen in eerste instantie? Ik was in Marokko. ik was vakantie aan het vieren toen ik die belletje kreeg. En het allermooiste is... Weet je wie mij een belletje heeft gegeven? Nee. Hamisha. Nee, joh! Ja, hij heeft me eigenlijk hierin getrokken. Het komt eigenlijk door hem, eigenlijk om eerlijk te zijn. Want diegene die mij moest benaderen, kon mij niet bereiken. En die had dus Hamisha gebeld en die zei, Hamisha, kun je dit ding voor mij bereiken? Maar eerlijk, je moet best wel uniek zijn om jou te pakken te kunnen krijgen. Ja? Ja, je kan. Hoi. Eigenlijk horen nu heel veel mensen het ook. Gelukkig hoor. Maar niemand neemt je kwalijk. Nee, niemand neemt me. Huh? Nee. Gelukkig. Nee. Iedereen weet dat je gewoon echt lief oprecht hart bent. Alhamdulillah. Maar moest je erover nadenken? Eén dag ja. Ja? Ja. Want waar twijfelde je toen over? Het kwam naar binnen als een bom. Wie vecht op glory. Natuurlijk, dat is normaal. Bijna 18 jaar geleden, sinds ik mijn laatste partijtje heb gevochten, dat is lang geleden. Hè? 18 jaar geleden, ga je. En als ik nog een dagje heb nagedacht, is het nog was. Iemand anders zou er misschien een jaar over nadenken. Ik heb wel wat dagen gehad dat ik heb moeten janken van de pijn, zeker weten. 1000%. Meen je dat nou? Ja. Ja, maar douchen, 1000%. Maar wat voor pijn hebben we het dan over? Alles, man. Benen, handen, alles, man. Alsjeblieft, man. Tenen, vingers. Ik heb overal last van gehad. Eerlijk is eerlijk. Ik heb ook heel wat, om eerlijk te zijn, in totaal 2 maanden voorbereiding. Van die 2 maanden, of in die 2 maanden tijd, kan ik zeker wel 2 weken minimaal wegvinken dat ik niet heb kunnen trainen door pijntjes en blessures. Dus ja, dus ik heb in totaal eigenlijk gewoon, om precies te zijn, een maandje of
of 5 weken voorbereiding gaat, wat we daarop houden, heel simpel. Tuurlijk. Terwijl die andere wel echt een bokser is. Ja, dat is wat ik heb meegekregen. Een boksertje is zeker. Een boksertje? Ja, een boksertje in de zin van je is een stuk jonger als mij. Ik ben een stuk ouder. Betekent dat je ook op je voeding let? Zeker. Zeker, dat moet ik hier ook doen. Ik heb ook een voedingsdeskundige die daarop let. En die mijn maaltijden vers bereidt. Alhamdulillah. Ze zorgt super goed voor mij. Dikjes gewoon naar Tessa. Dus geen broodjes kip, burger en nee. Hamburgers? Nee. Zeker niet. Maar daar gaan we binnenkort van genieten. Ik moet half kilo van slijt gaan. Dus je moet nog half kilo, een paar dagen moet eraf? Ik wil nog half kilo, als ik het goed heb. Een half kilo is afgelopen. Ja? Ja, een half kilo. Uurtje sauna is hier. Je moet je voorstellen, dit is zeg maar een hele serieuze interview, maar deze man zorgt ervoor dat je... Maar is het ook een bewijs naar jongeren toe? Of wil je ook een statement hiermee maken wat je aan het doen bent? Of is het echt puur alleen voor jezelf? Het is vooral voor mezelf, maar zeker ook een statement naar de jongens en meiden die misschien het gevoel hebben iets niet te kunnen of voor elkaar te krijgen. Dan ben ik daar het levende bewijs van. Zeker weten. Want als artiest heb je wel een bewogen leventje. Valt mee. Dat komt ook natuurlijk een beetje door mezelf. Dat ik er niet misschien genoeg tijd in steek en er niet 24/7 mee bezig kan zijn. Dat is het eigenlijk. Maar het is sowieso geen prioriteit. Het is gewoon iets wat ik doe, wat ik leuk vind. That's it. Ik zal er niet heel veel voor opofferen. Nee.
Maar als we het gaan hebben over kickboksen, daar zou ik heel veel voor kunnen opofferen. Dat zou ik niet voor muziek doen. Nee? Zeker niet. Maar heb jij boksen serieus hoog gezet dan... 1000 miljoen procent. Zeker weten. Heel veel mensen die mij kennen, die weten het. Maar wat betekent muziek dan voor jou, dat wat je maakt? Ja, muziek voor mij is... Het kickboksen heeft mij eigenlijk gebracht op het pad van muziek. Want? Terug gaan kijken. Ja, doordat ik niet meer verder kon vechten vroeger, ben ik een andere hobby gaan zoeken. Dat was muziek. Je bleek redelijk, ik moest het invullen. Je bleek talent te hebben in boksen. Ja. En toen dat niet doorging, bleek je nog talent te hebben in het maken van muziek. Ja. Dus als ik eigenlijk gewoon, of als ik die blessures niet had in die tijd waardoor ik niet verder kon gaan, was ik nooit artiest geweest. Dan had iemand mij ook gekend als die artiest. Ja, zeker. Dan was ik niet de Dindin die zij nu kennen. Dat was ik nu nog steeds de vechter. En was ik nu nog steeds de grootste en de gekste partij aan het raken. Helaas. We gaan het even over. We gaan er niet terughalen. Ja, 5 november. Wat denk jij? We gaan sowieso alles eruit halen. Tegenstander, wat wil je tegen hem zeggen? Tegen mijn tegenstander, ik wens hem sowieso heel veel succes, super veel liefde. Dat hij sowieso deze partij heeft aangenomen. Alhamdulillah. We gaan ervan genieten, we gaan er een mooie potje van maken. Ik wens mijzelf en hem super veel succes. Gaan. Dankjewel, man. Heel simpel. Love. Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Nee, schatje. Peace and love. Lach jij maar weer, hè? Wacht maar. Ga zo je hamburger afpakken weer. Is je broodje binnen? Broodje eten? Kariba! Broodje. Wat een lekkere broodje voor Bilal. Voor Bilal, alsjeblieft. Jij moet dat broodje kopen. Als het alleen eten, broer, hoe gaat het? Rustig. Alhamdulillah. Je ziet er goed uit, man. Alhamdulillah, tabarakallah. Netjes geschoren. Elke dag is het best. Ja. Kijken. Ja. Ja, hè? Ja, zijn we een paar kilootjes eraf. Wow, gaat helemaal verkeerd hier. Wee. Kijk, hij is zwaar. Help. Leg even neer. Begint meteen... Nou, Noordin.
Het is heel wat anders weer. Kan je nu makkelijk eten of gaat het moeilijk? Huh? Nu, nou, gaat makkelijk dus. Maar is dit een beetje hetzelfde gevoel als een optreden? Wat je nu voelt? Nee, man. Dit is een ander level. Het is heftig. Ja, serieus? Ja. Maar wat voel je dan als je nu zou moeten omschrijven? Wat voel je? Je hebt verbaal en non-verbaal. Toch? Ja. Wat ik vandaag ga doen, is het verbaal of non-verbaal? Brein. Dit wordt non-verbaal. Brein. Non-verbaal. Ja. Oké. Okay. Nog eentje. Ja? Heb je nog een hete kip voor mij, of niet? Hij heeft honger, Bille. Ik heb voor hem maken. Chill, dit wordt non-verbaal vandaag. Wat non-verbaal. Ja. Maar als je dat gevoel moet omschrijven, ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen. Klopt je hart sneller? Ja, dat voel je zo. Maar het is positief. Hoe sneller die komt, hoe beter. Ja? Ja. Oh jee, nou dames en heren, het gaat echt beginnen. Wat heb jij nou weer? Oké, kijk eens. Noordin, Dindin. Deze man heeft wat voor jou. Voor mij? Ja. Waarom? Ja, ga je het even aan hem geven? Als het maar geen eten is. Oh, wat is dit? Ik weet dat jij tot moeite hebt met eten en zo. Sterk. Je hebt nooit spullen bij je, dus ik heb alleen dit voor je gereed. Allah, ik zag al, habibi. Ja, maar dit ziet er wel goed uit. Het gaan we zeker nodig hebben. Ja, toch? Zeker. Ik zou zeggen, stop hem in de auto. Dank je wel. Ja, toch beter. Very much, my baby. Broer, alles goed? Akusam, alles goed? Alhamdulillah. Bidder. Hey, Bilal. Graag knuffel. Ja. Mis. Had ik niet zitten knurplaat overal tot dus. Schat af van me. Hey, ik ben jouw grootste fan, af vriend. Broer. Hè? Voel jij een beetje de zenuwen of... Ja, lichtelijk. Ja, lichtelijk, zeker, tuurlijk. Ik dacht alleen spelen, maar ook de trainer. Hey, als trainer zijn de... Ja, je bent één team, Brahim. Ja? Je bent één team, broeder. Je wint dus, samen, je verliest samen. Je wint samen, je verliest samen, je traint samen, je huilt samen, alles. Ik voel hem zeker, tuurlijk. Ja? Ah, gezonde spanning, gezonde spanning. Ja, heb je wel nodig. Moet je zeker hebben, hoor. Kom. Vooral met dit, man. Gaat meemaken. Inshallah komt alles goed. Jawel. Maar hij vertelde me net wel eerlijk dat hij ook zenuwachtig is. Ja, tuurlijk. Ja, maar als je weet je wat dat is, Bram? Als je het niet hebt, dan is er iets niet goed met je, grap. Dan zit er geen hart in je lichaam, man. Als je dat niet hebt. Nee. Het is gezonde spanning en het hoort er allemaal bij. Ja. En we hebben hard getraind. We hebben goed ons best gedaan. 2 maanden. Je hebt hem de laatste korte keer... Korte voorbereiding. Dat ja, hè? Iets te kort misschien? Ja, dat gaan we straks zien. Nee, ja, het is korte voorbereiding, maar we hebben er alles uitgehaald wat erin zat. En nu moet het tot de eind in komen. Ja. Maar was het moeilijk om met Noordin te werken? Nee. Moet je kijken. Ja, af en toe. Ik voel me echt klein naar jou, man. Ja, af en toe wat eigenwijs. Ja? Ja. Soms wil hij zijn eigen trainplanning maken. Hè? Zijn eigen... Schema bepalen. Eigen schemaatje bepalen. Maar ik heb hem even... Ik heb hem wel even aangepakt natuurlijk. Tegen jou durft hij niet. Hij heeft het wel geprobeerd, hoor. Wacht. Kijk nou uit. Kijk, hey. Juist. Kom hier, joh, gek. Het is echt gevaarlijk, hier die auto zegt. Bilal, mag ik nog een fouilleren bij jou?
Mag wel, hè? Heb je iets bij jou, dan? Ja, ja. Succes, Willem. Oké, hij zit nu in de kleedkamer 7. Het gaat allemaal wel een beetje beginnen. Succes. Hoe voel je nu nog dit? Gewoon puur. Hoe voel je nu? Ik voel going back to the future. Going back to the past. Wat was Sisdi? Maar 0 tot 10 zenuwen? 0 tot 10? Beetje hals van 7. Ik ga even kijken. Ik ga even kijken of ik een. Is goed. Geef je die blikje? Ja, nee, dat geloof ik ook zeker. Ik ga kijken of ik een tijd, kan krijgen. Waar was jij nou? Wat was dat dan? Jeffrey. Ja, hoor. Dat heb ik zelf. Kijk. Ik was je kleur als hij. Onze knokkels. Ja? Waar was je als hij? Nee. Waar was je nou? Lekker. Was je aan het zoeken? Lekker. Khadija. Ja. Khadija. Oké. Okay. Ja? Concurrentie. Eén Khadija thuis en één cheat. Ja, dat weet ik. Weet je dat het allemaal vroeger maar we'll be right back.
dankjewel voor deze ervaring. Mama. Mama. Je hebt goed gedaan, papa. Nee, stop. Trots zijn op jezelf. We vonden het echt vet, hadden met iedereen schreeuwen. Volgende keer gaan we nog harder trainen, nog meer lucht trainen en dan heb je ze. Je hebt het wel in je. Wat is jouw eerste reactie, Nodde? Oh, wat heb ik dit gemist? Hoe? Lekker, hè? Wat is jouw eerste reactie? Dat is zijn eerste reactie. Is lekker, man. Ja. Lekkere colaatje heb je verdiend, nee, straks. Lekker. Aatje en een patatje. Aatje en een patatje. Ik hou van pijn. Nou, als je het verhaal. Hoe heb jij zelf de wedstrijd ervaren? Gewoon rustig. Lekker ontspannen, man. Ik vind het pittig, pittig. Pittig, maar ik had niet verwacht. Ik had echt niet verwacht dat ik het gewoon zou volhouden. Waarom niet? Serieus? Zie je? Zie je? Wat ik je heb gezegd tijdens de training? Ja, jij hebt dit al getraind. Ik heb het je gezegd, hè, man. Daarvan ben ik al geschrokken. Snap je? Maar nu zo, was het waard die 2 maanden zo bikkelen? Eten en... Tuurlijk. Ja, echt? Tuurlijk, man. We gaan door. We gaan door. Tuurlijk, man. We gaan nu door trainen. We gaan gewoon door. Ik heb ervan genoten. Dat we... En je hebt zoiets van, ik wil het nog een keer? Broer. Mag ik deze knippen? Ik ga hem volgen. Maar deze moet je inlijsten, man. Waarom? Hè? Ik denk het ja. Zo. Ja. Deze ga ik voor hem, man. Ben je trots op hem? Ben je trots op dit? Wij gingen ook naar jou schreeuwen allemaal, hè? Je ging jouw buis in de lucht doen. En we zaten helemaal blij met jou te springen. Ja. Je hebt wel feeling voor het publiek, hè? Jawel, mensen, hier zijn we weer. Sowieso, voor ik verder ga, vergeet niet te abonneren, dames en heren. Vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. Ik wil sowieso jullie bedanken voor het kijken. Ik ben helemaal gesloopt. Bilal ook. Ik wil Dindin super bedanken. Ola, echt respect. Ola, echt diep respect. Dat je gewoon het durft om de ring in te gaan, terwijl je... dat al 17 jaar niet heb gedaan. In 2 maanden tijd. Voor Glory. Dat is respect. En wat je zag is eigenlijk met opgeheven hoofd. De ring af. Ja, dat, zo hoort het. Ook de respect voor de tegenstander. Kijk eens, gaan we zwaaien, Willen. Dus dit is een hele belangrijke les voor iedereen. Je hoeft niet altijd te winnen als je het maar probeert. En als je alles maar aan doet. In ieder geval. Ik ben gesloopt. Ik wil jullie super bedanken. Wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar lift. En wij zeggen altijd positieve tijd. Arrivederci. Oei yo. Positiviteit aan wat liefde. Maakt niet uit, ontspan je. We zijn